Sinds we zijn begonnen met ons bedrijf hebben we echt vleugels gekregen. En voor ons persoonlijk, maar ook hoe we zeg maar beter ons bedrijf kunnen voeren. Ja, en het geeft heel veel voldoening om zelf je producten te maken. Echt van begin tot eind product. En om te zien dat ze ook aanslaan, dat ze gewaardeerd worden en dat je daar een living van kan maken. De cacaoteelt zoals het vroeger gebeurde in Suriname is intussen niet meer populair. Er zijn nog maar weinig cacaobomen over en ook weinig mensen die met de sector bezig zijn. Daar komt nu verandering in. De eenmanszaak Tambun Skraki is bezig met de herbeplanting en verjonging van cacaobomen. Waar zijn we nu? Nu zijn op Tijgerkreek bij familie Muller. We zijn op een aanplant van 1,8 hectare. Daar staan 146 cacaobomen, maar ook banaan, ook wat citrus en wat koffie. En dit is de eerste cacaotuin waar we vruchten konden oogsten. En dat is inmiddels eigenlijk al 10 jaar geleden. En familie Muller heeft de gelegenheid gegeven om ons kennis te laten maken met oogsten en te verwerken. De meeste vruchten zijn nu rijp aan de boom. En dan knippen we ze eraf. We knippen ze eraf met een snoeischaar. We draaien niet, want anders wordt de boom... krijgt de boom beschadigingen en dan de volgende vruchten worden dan ziek. Dus daarom knippen met een snoeischaar of met een koffiehaak. Hoge vruchten doen met een koffiehaak. Is familie Muller de enige bij wie u cacao oogst? Nee, familie Muller is niet de enige. We hebben totaal 18 plaatsen waar we cacao kunnen betrekken. En we hebben in Wanica, Lelydorp, Santa Bomma Polder. Daar hebben we dan nog meerdere plaatsen. Waar we kunnen oogsten. Het is een jong boompje, hij draagt mooi. Dit zijn groene vruchten en die worden geel. En die gaan we dan, de rijpe vruchten gaan we nu weghalen. Dan verwacht ik dat die andere vruchten zo over 2 maanden rijp zullen zijn. Meestal moet je een boom 3 keer langs om te oogsten. Dus niet allemaal op dezelfde moment rijp. Punt op die boom. Kun je er al? Deze kant moet je hem trekken. Niet duwen of trekken? Jij moet hem daar aan die kant trekken. Ik denk niet dat ik hem overigens even richting. Maar ik ga hem duwen. Wat denk ik hoor. Die andere kant op laten gaan. Ik kom wel. Ja. Nadeel van banaan. Ja, niet nadeel van banaan, nadeel van wind. Wind. Ja, dus dat is wel jammer hoor, want je hebt ze wel nodig. Nou, één vruchtje. Dat is nog. Ja. Was ik eens? Er was een eentje. Ja, dat boompje daar is makkelijk om van buiten af te komen. Het veld waarin de cacaoplant groeit is een gemengd veld. Kan je daarover wat meer uitleggen? Ja, in de aanplant hebben we meerdere, niet alleen cacaobomen staan, maar ook banaan, ook andere vruchtbomen. Want dat is heel belangrijk voor de cacaoboom. Want als het alleen staat cacao, worden ze aangevallen door insecten. En dan worden de vruchten aangetast en dan krijg je geen goede bonen. Waardoor je de verwerking, zeg maar het fermenteren, niet goed op gang kan krijgen. Oké. En wat voor andere belangrijke punten zijn er op te noemen waarvoor de bananenplant dient? Oh, de bananenboom is heel belangrijk. Ten eerste houdt het de kleefbijen weg. De kleefbij die gaat op de banaan zitten. Is hij er niet, dan gaat hij op de cacaovruchten zitten.
Tevens is het ook de kraamkamer voor de Mampira. De Mampira is de bestuiver van de cacao bloemetjes. En niet de bij. Niet de bij. De bloemetjes zijn heel klein. En die kunnen echt alleen maar door de Mampira. Soms door een miertje. Maar meestal de Mampira is erg belangrijk. De banaan is ook nog belangrijk voor het geven van schaduw. Vooral wanneer de cacaoboompjes nog wat klein zijn. Dan hebben ze extra hulpschaduw nodig. Die geeft de banaan. Daarnaast is het ook goed om in aanplanten Podocyripalmen te planten. Want die hebben namelijk de eigenschap. De Podocyripalm gaat een soort symbiose aan met schimmels in de grond. Die leven tussen de wortels van de palm. En die zorgen ervoor dat mochten er zware metalen in de bodem zitten, dat die in de bodem vast blijven. En die worden dan niet opgenomen door de vruchten van de cacaobomen. Want dat wil je natuurlijk niet, dat uiteindelijk metalen in je vrucht komen te zitten. Als het lekker is, als het goed is, heeft het echt een hele frisse geur. Ja. Van citrus of van zuurzaad. We krijgen ook altijd nog extra. Mocht ik nog een beetje schimmel ruiken, dan gaan ze er ook niet in. Dit is ons brood, is niet meer goed. De vrucht is zo is een beetje groen, een beetje geel. Dus aan de bomen denk ik dat het een jongrijpe is. Dus dat er veel vruchtvlees aan zit. Maar het is toch ontsproten. Dit kan gebeuren als er veel zon op is geweest. Als het droge tijd is geweest. Dan ontspruiten de bonen al in de vrucht. Deze heeft helemaal geen verkleuring. Dus het is helemaal groen. Dit is gewoon een foutje hoor. Ik had een tak gesnoeid en daar zat deze aan. Maar dat kan je zien, dan zijn de bonen niet los in de schil. Ja, dan zijn ze nog niet helemaal doorontwikkeld. Trinitario is een variëteit, dat is eigenlijk een kruising van de Criollo en de Forastero. Het heeft echt de uiterlijkheden ook van een Trinitario. Het is een beetje glad, maar het heeft een puntje van een Criollo. En als je dit in de boeken weer bekijkt, dan lijkt het inderdaad op de kloon die in Trinidad gemaakt is. Dat is SCA6. Wat is het verhaal achter deze tekening? Deze tekening is gemaakt door de Duitse kunstenares Maria Sibylla Merian. En zij heeft rond 1700, van 1699 tot 1702, heel veel werk gedaan in Suriname. Ze heeft heel veel planten en vooral ook vlinders en insecten heeft ze tekeningen van gemaakt. Dit is een tekening van de cacao die dus in 1700 in Suriname groeide. Hij wordt heel vaak gereproduceerd, dus heel veel afgebeeld in werken die gaan over cacao. Dat is eigenlijk heel grappig, want vaak als wij aan mensen in het buitenland vertellen dat we cacao maken in Suriname, dan zeggen ze: Suriname groeit daar cacao dan. Suriname staat daar niet meer onbekend. Terwijl bijna al die mensen deze tekening wel meerdere keren hebben gezien. Bij Tambun Scratchy wordt chocola op ambachtelijke wijze bereid, van boom tot chocoladeriep. Alle processen tot de productie van fine flavored chocolate, oftewel fijne chocolade, vinden plaats onder één dak. Vooralsnog zijn deze producenten niet gericht op massaproductie. Er is wel een kleine afzetmarkt voor dit hoogwaardig product in Europa, waar er goed voor betaald wordt. Coolbox met daarin een plank, zederhout. En daar hebben we gaatjes in gemaakt om dat de pulp wordt straks vloeibaar. En door die gaatjes kan dan de vloeibare pulp kan dan wegzakken. In dat transformatieproces waarin die suiker wordt omgezet in alcohol, wordt die pulp wordt tegelijkertijd vloeibaar. En transformatie is natuurlijk een beetje een moeilijk woord. Houdt in dat de suiker verandert in alcohol. Zo, als we het openen,
dan kijken we ook direct of de mest niet in de bonen is gegaan. Maar ook of de bonen zeg maar niet goed zijn. Oké, okay, wat gaat u nu doen? Nou, de bonen zijn met strenge naal. Dat heet wij noemen dat de placenta. Je denkt dan natuurlijk aan baby's. Maar dus we gaan de bonen van die streng afhalen, zodat straks alleen die bonen in de bak zijn. De cacaobonen zijn nu uit de fermentatiebox gehaald en liggen op de rekken te drogen. Dat duurt een maandje. We moeten wel elke dag de cacaobonen een aantal keren draaien. Inmiddels zijn de cacaobonen geroosterd en hebben we al gekraakt. En nu ben ik bezig de bonen door de winnower te halen. Dat is een apparaat om de geroosterde cacaobonen te ontdoppen. Dus de schilletjes worden gescheiden van de cacaobonen. U ziet hier mij de bonen door een trechter gooien. Die gaat door een buizenstelsel en daarna door boksen. En een stofzuiger is er aangesloten en die haalt die schilletjes weg. Hier ziet u de opvangbak. De zwaardere nips die vallen in de bak, in de emmer. En de schilletjes die worden door de stofzuiger meegenomen. Dat gaat niet in één keer. We moeten 3 maal het proces herhalen om het schoon te krijgen. Inmiddels zijn dus de schone nips er. En die gaan we dan malen. En malen doen we in deze machine. Dat doet 6 uren voordat het helemaal vloeibaar is. Eerst is het wat grover en later wordt het fijner. Na een aantal uren wordt de cacao fijner. En als het echt fijn is, als het vloeibaar wordt, kan de suiker erbij gedaan worden. Dat is dan de volgende stap. Oké, om vervolgens van de chocolade, om daar mooie repen van te maken, moeten we de chocolade eerst temperen. Dat is een beetje een moeilijk begrip, maar het wil zeggen dat het vet wat in chocolade zit, wat we cacaoboter noemen, dat kan in verschillende vormen kan dat hard worden, kan dat kristalliseren. En er is maar één vorm wat de juiste is en dat doen we bij het temperen. We smelten daarvoor de chocolade eerst af tot 45 graden. Dan is het heel mooi glad. Er zit geen enkele kristalvorm in. Maar dan gaan we het gecontroleerd, gaan we de temperatuur naar beneden brengen. En dat gecontroleerd, dat wil zeggen dat we het continu moeten roeren. Zodat die temperatuur gelijkmatig afkoelt. Dat doen we ongeveer tot 28 graden. Dan begint de chocolade in te dikken. En dan brengen we de temperatuur weer een klein beetje omhoog naar 32. En op dat moment is de chocolade goed om uit te gieten. En dan krijg je mooie glanzende repen. Wanneer de chocolade getemperd is, dan gaan we die uitgieten. En hier ziet u de mallen, die staan klaar waar straks de chocolade in terecht komt. De mallen dat zijn eigenlijk die maken de vorm van de reep. Okay, hier zijn we de chocolade die vloeibaar is aan het uitgieten. Dat moeten we met de hand doen. Dat is best wel een precies werkje, want we proberen dat de repen allemaal ongeveer evenveel wegen. Maar dat lukt nooit helemaal precies. Maar daaraan zie je dat het ook echt handwerk is. Ja. Ik ben nu dus aan het werken, maar waarom doe ik dit niet met een machine? Het kan inderdaad ook met een machine. Er zijn hele mooie machines voor waarbij je met een voetpompje iedere keer weer precies dezelfde hoeveelheid doseert. Maar die machine die hebben we nog niet. Hier klop ik de luchtbellen uit de chocola. Als ze uitgegoten wordt, zit er een luchtbellen in. Die wil je eruit halen en dat doe ik nu. Ik klop de mallen handmatig en dan als de luchtbelletjes eruit geklopt zijn, dan zijn ze klaar om in de koelkast gezet te worden voor ongeveer 3 kwartier. Dus als de luchtbelletjes eruit zijn, dan
kunnen de mallen in de koelkast gezet worden. Dat heb ik nu gedaan. Ze blijven daar staan voor 3 kwartier. Dan zijn ze genoeg hard geworden om eruit te halen. De uitgeharde repen die halen we hier uit de mallen. Doordat de cacao goed getemperd is, heeft de cacao een klein beetje krimpkracht gekregen. In de koelkast zijn ze dus ietsje kleiner geworden dan toen ze erin gingen. En daardoor vallen ze makkelijk uit de mal. En zoals je ziet hebben ze een mooie glans gekregen. De repen zijn nu klaar om ingepakt te worden. Ook dat gebeurt handmatig, 1 voor 1. Elke reep krijgt een aluminium wikkel om zich heen. Na de aluminium wikkel komt er nog een kartonnen wikkel aan de buitenkant toe. Dit is een precies werkje en het neemt zijn tijd. Cacao laat zich niet haasten. Okay, op de kartonnen verpakking, de buitenwikkel, schrijven we met de hand verschillende gegevens. Wat we eerder vertelden, omdat elke reep een ander gewicht heeft, staat het precieze gewicht van die ene reep erop. We wegen dus ook elke reep. En we schrijven er ook bij de productiedatum, de houdbaarheid en het batchnummer. En tenslotte zie je dat bij elke reep wordt een papiertje toegevoegd. En daarop, dat noemen we het bonenrapport. En daarin kunt u dan precies lezen waar de bonen die gebruikt zijn voor deze specifieke reep vandaan komen, uit welke tuin en hoe ze precies verwerkt zijn. Nou, in zo'n bonenrapport staat dan bijvoorbeeld dat de bonen voor die reep cacao uit cacaotuin Marta uit Lelydorp komen. En dat ze 76 uur gefermenteerd hebben, op welke datum ze geroosterd zijn en hoe lang we ze hebben gemalen. Oké, en dan is deze kleine batch limited edition Surinaamse chocolade is klaar. Klaar om naar de winkels te gaan, hier in Suriname, Paramaribo, maar ook naar Nederland en de Verenigde Staten.